FC Groningen heeft de eerste seizoenshelft zondag afgesloten met een ruime zege op Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Ernest van was in het Noordlandse stadion vilt er sterk 4-0 voor de Rotterdamse club. Die zwaar teleurstelde. VVV Venlo won later op de dag in eigen huis van de Rekless Almelo 3-1. Bij FC Groningen zorgden Lars Veldwijk, Tom van Weert, Frederik Holst, eigen doel en Ritsu Rust voor de goals waardoor de ploeg de winterstop ingaat als millimeter. Sparta blijft in de gevarenzone. De Rotterdammers hebben evenveel punten als Hekkensluiter Rode JC, die om 16.45 uur op bezoek gaat bij Feyenoord, onder leiding van interim-trainer Dolf die de taken van de ontslagen Alex Pastoor heeft overgenomen. Maakte Sparta opnieuw geen sterke indruk. De Groningers hadden voor rust al legio kansen. Maar de precisie en het geluk ontbraken in de afronding. Vooral Oussama Idrissi liet zich gelden. De aanvaller van FC Groningen testte Sparta-doorman Roy Kortsmit met een laag schot en raakte met een prachtig schot de lat. Ook een inzet van Mimon Maai eindigde op het aluminium, waarna de rebound van Idrissi van de lijn werd gehaald door Michel Breer. Vier minuten na rust was het eindelijk wel raak voor de ploeg van Faber. Op aangeven van Idrissi bleef Veldwijk hoog in oog met Kortsmit cool. 1-0. Een kwartier voor tijd besliste van weer de wedstrijd door een voorzet van Maai met zijn knie binnen te werken. 2-0. Het werd nog erger voor Sparta en de wijze waarop was die voor de wedstrijd. Junino Bakuna mocht ongehinderd opstormen van de Rotterdamse verdedigers, waarna zijn voorzet eigenlijk niet goed was. Toch ging de bal erin. Want de Deense Sparta-verdediger Holst werkte de voorzet zonder Groningse aanvaller in de buurt achter Kortsmit. In blessuretijd profiteerde Doan ook nog van zwak verdedigen van Sparta. De Japanse invaller bepaalde de eindstand op 4-0 en drukte de Rotterdammers dieper in de zorgen. Bij de 3-1 zege van VVV op Rekles was Lennart die de vierde man, de 25-jarige Duitser. Die wordt gehuurd van Werder Bremen. Scoorde drie keer voor de club uit Venlo. Ruffen Niemeyer was trefzeker voor Herakles. VVV stijgt door de zegelief drie plaatsen. De ploeg van Maurice Stijn bezet na 18 wedstrijden de tiende plek met 22 punten. Heracles, dat eveneens 22 punten heeft, heeft een minder doelsaldo en staat elfde. Halverwege was de stand nog geen 1 in de koel. Die klopt de doelman Bram Castro na een kwartier met een schuiver, 1-0. En 10 minuten later was het weer gelijk. Rojaanse liet Tim Breuken struikelen waarna Niemeyer de strafschop benutte. 1-1. Vleugelverdediger Breukers had in de 35 e minuut de tweede treffer van de Racles op zijn schoen. Doorman Larsenerstrol redde met een knappe reflex. Na de rust nam VVV het initiatief. Uit een fraaie dieptepas van Fiato van Grooi kwam hij opnieuw tot scoren met een hardschot in de korte hoek. 2-1. De Duitse aanvaller, die tot zondag nog maar één keer had gescoord, besliste het u wel in de 76 e minuut. 3-1.